espacio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar. Pardon, excuseer. Hallo Violetta, ik wens je ongelooflijk veel geluk. Waarom doe je opeens zo vriendelijk, Lucinda? Ah, er staan natuurlijk camera's. Camera's, overal camera's en filmen. Nee, meisje, je zit er helemaal naast. Ik wens je ongelooflijk veel ongeluk. Dat je je stem verliest en kikker in je keel krijgt en je hele lied verprut. Oh, hartstikke bedankt voor de aanmoediging. Het ontroert me enorm. Graag gedaan. En zodra ik heb gewonnen, maak ik een cd met een nummer dat ik opdraag aan jou. Geboren verliezer. We moeten nog stemmen, Lucinda. En het enige nummer dat jij gaat opnemen is de volgende commercial voor varkensvoer. Leuk. Let niet op haar. Ze wil je nerveus maken. En wat wil jij dan? Jou veel geluk wensen. Oh, doe dat maar niet. Als ik je nou eens een knuffel zou geven, zodat je schittert. Zoals je dat steeds doet als je blij bent. Wat zou je daarvan vinden? Je bent lief. Ik weet het. We gaan de laatste jou. Es que, sin embargo, sé para nadar en mi mundo. Waarom jij zo veranderd bent. Waar heb je het over? Nou ja, vroeger verdedigde jij toch nooit iemand? Ik weet het niet, maar sinds jij met Violetta je omgaat, doe je zo dom. Vroeger was je zoals ik. Zo ben ik nooit geweest. Oh nee, dat is raar, want als ik het mij goed herinner, dan zei mijn Leon vroeger nooit iets tegen de mieren. En nu ineens gaat hij om met al die middelmatige miertjes en zijn het ook nog zijn beste vrienden. Ach, wat kunnen mensen veranderen, toch? Weet je nog, toen Violetta nog maar net begon in de studio? Wat zei je toen ook alweer? Ik heb echt geen idee waar jij het over hebt. Oh nee? Bijvoorbeeld dat je haar niet kon uitstaan, dat je helemaal niks snapte van dat meisje en wat zei je nog? Luister, weer? Lucinda. Als ik zei dat Violetta erg pretentieus is en dat ik haar niet kan uitstaan en dat ze arrogant is en egoïstisch en een profiteur is. Ga door. En dat achter dat brave meisje een hek schuilt die iedereen voor de gek houdt. Dan heb ik dat alleen maar in jouw verbeelding gezegd. Ik zou haar beoordeeld hebben zonder haar echt te kennen. En me zwaar vergist hebben. En een idioot zijn. Nog veel erger dan je denkt. Weet je, jij wordt hoe langer hoe erger. En ik snap jou niet, oké? Sorry. Gefeliciteerd. Bedankt. Hallo? Hoe gaat het? Wat denk je? Wat wil je? Ik vroeg me af of je hulp nodig hebt met het nummer voor de finale. Ik hoef geen hulp van jou. Ik wil niet meer met je praten, Leon. Waarom niet? Wat is er? Waarom verspil je je tijd met bellen naar iemand die zo onsympathiek is als ik? Violetta, sorry, maar ik begrijp er niks van. Waarom zeg je dat? Ik hou van je. Hou op met liegen! Deze keer kun je Lucinda niet de schuld geven, want ik heb het je horen zeggen, ja? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb alles gehoord wat je over mij tegen haar zei. Oh, dat. Nee. Het is niet wat je denkt. Laat het me je even uitleggen. Wat ga je me uitleggen? Ik heb heel goed gehoord wat je allemaal tegen haar zei. Nee. Ik probeerde Lucinda duidelijk te maken. Het kan me niet schelen. Sinds ik dat hoorde, denk ik de hele tijd aan jou. Aan alle liefde die ik je gaf. En aan al die tijd dat we samen waren. En het enige wat ik voel is diepe teleurstelling. Je luistert niet. Is er iets? Nee, ja. Sorry, ik luister wel, maar ik maak me zorgen om Violetta. Ja, ze is vast super nerveus en ik kan nu niet bij haar zijn. Oké, maar ga niet naar haar toe, ze was razend op jou, oké? Ja, dat weet ik, maar ik mis haar zo en ze ziet me aan voor iemand die ik niet ben. Zelfs na alles wat ik voor haar gedaan heb. Maak je geen zorgen, dat gaat wel over. Daar ben ik niet zo zeker van. Blijkbaar kent ze me niet, ze vertrouwt me niet. Oké, Leon, maar ik heb gehoord dat je dingen gezegd hebt die niet al te fraai waren. Het is van horen zeggen, maar ik weet niet... Jawel, maar ik kan het tegen Lucinda, die me met opzet uitspraken ontlokte. Maar nu denkt zij dat ik het echt meende. En dat is niet waar. Ik ben veranderd door mijn gevoelens voor Violetta. Het doet me pijn dat zij dat niet beseft.
snap niet waarom ze niet minstens de tussenstand op de site zetten. Misschien is de site vastgelopen. Nee, ik kan de clips toch afspelen? Francisca, bijt niet zo op je nagels. Te laat. En jij dan? Niet nerveus? Vio. Oh. Wat? Ben jij dan niet zenuwachtig? Tuurlijk. Mijn bloed zenuwachtig. Ah. Ja. Hm. Ah, je lijkt kalm. Wil je ons soms iets vertellen? Hoe bedoel je? Iets dat gebeurd is en dat je geheim houdt? Nee. Nee. Meiden, natuurlijk hou ik geen dingen geheim voor jullie. Het zit gewoon zo... Als ik zenuwachtig ben, dan keer ik in mezelf. Maar verder gaat alles goed. Kunnen we het over iets anders dan een wedstrijd hebben? Luister, oké, ik heb nieuws. Ik heb vandaag het nummer van de band gehoord. Oh, ja? Het is geweldig. Oh, zo cool. Ja. Ik heb een paar aanpassingen voorgesteld en die vonden ze fantastisch, dus. Woe! Ik vind het niet zo. Nee, ik ook niet. Echt niet. De aanpassingen van Camilla zijn niet goed. Wat? Nee, jongens, die zijn briljant. Ze zijn veel beter nu. Wat is hier nu briljant aan? Volgens mij heeft de liefde je oren beschadigd, man. Voor jou klinkt het briljant omdat je verliefd bent op Camilla. Nee, dat is niet waar. Nee. Dat is gewoon niet waar. Je oren zitten zo stampvol liefde dat je niks meer hoort. Nee, jongens, ik meen het echt. Het is briljant. Leon, wat vind jij? Leon? Leon? Hey, Leon. Ben je er wel bij? Waar zit je met je hoofd? Wat denk je aan? Geloof me nou, er is echt helemaal niets gebeurd. Nee, Vio, je liegt. Je zit ergens anders met je hoofd. Waarom denk je dat nou weer? Omdat Camilla en ik rillend van angst naar die site zitten te kijken en jij... Niks. Ja, weet ik nou. Oh, en ik zat je net te vertellen over het nieuwe nummer van de jongens. En dat kon je ook niks schelen. Je hoorde me niet eens. Eerlijk gezegd, gaat het over Leon. Violetta? Maar je had het toch uitgemaakt? Ja, het is uit en alles, maar ik mis haar gewoon. Dan vertel je hem toch dat je hem mist? Nee, hij is hartstikke boos op me en hij heeft nog gelijk ook. Oké, wat wou je doen? Het opgeven? Als je van hem houdt, kun je niet zomaar blijven afwachten. En ik wil niet naar haar toe gaan en zeggen dat ik haar terug wil, want dat wil ze niet. Ja, natuurlijk wil ik dat. Maar hij wil het niet meer. Jullie begrijpen het niet. Hier valt niks meer aan te doen. Ik ben hem gewoon kwijt. En? Hoe voel je je? Goed, Angie, maar ik weet het niet, dit is raar. Ik ben een geweldige kans misgelopen en ik voel me opgelucht. Je bent niks misgelopen. Het was een prachtige ervaring en dit is nog maar het begin. En weet je wat? Alles wat je overkomt gebeurt met een reden, toch? Camilla had het over iets anders. Vio heeft nog problemen. Wat? Nog meer? Wat? Ik weet niet. Nee. Wij mogen niks zeggen. Dus jullie weten wat er met Violetta is? Mm-hmm. Komt het door iemand van de studio? Dat zou kunnen. Moeten we het raden of ga je het gewoon zeggen? Ja. Oké, het is Leon. Sorry. Wat? Ze heeft verdriet om Leon. Waarom? Omdat ze hem terug wil, maar hij wil niet. Wie zegt dat hij niet wil? Niemand, maar dat denkt ze. Ze denkt dat verkeerd, want Leon wil daar juist heel graag terug. Wat doen we? Repeteren? Wat is er aan de hand? Je doet raar. Wat heb je? Ik heb nagedacht. Ik kan niet de rest van mijn leven blijven treuren. Als Violetta me niet meer terug wil, dan moet ik verder. Het leven gaat door. Ik kan toch niet de hele dag in bed blijven liggen en om haar huilen? Sorry, Leon. Ja? Luister eens. Stel dat Violetta jou wel heel graag terug wil. Wil jij dat dan? Violetta wil het niet. Ik wil daar niet over nadenken. Het heeft geen zin. Maar ze wil wel graag weer iets met je. Wat?